Dag David, jij bent aandelenanalist bij De Groof Peterkam en je volgt de biotechsector van nabij. Ik herinner mij een gesprek een paar maanden geleden waarin je verwees naar een aantal factoren die het sentiment rond deze sector positief kunnen beïnvloeden. Zoals daar zijn bijvoorbeeld nieuwe therapieën die in de pijplijn zitten voor uitdagende ziektes. Het succes van Vyvgart, het eerste medicijn van Argenx in de Verenigde Staten. En niet in het minst de interesse van Big Pharma voor de biotechsector. Nu, we zijn bijna midden 2023. Hoe staat die sector er vandaag voor? Wel, sinds begin dit jaar is de Next Biotech Index met ongeveer 3% gestegen. De Nasdaq Biotech Index 3% gezakt. En dit terwijl andere bredere beursbarometers tot zelf 10% gestegen zijn. We kunnen dus nog niet echt spreken over een grootschalig herstel van de sector. Nu, desondanks dat hebben er wel al meerdere positieve events plaatsgevonden in de sector dit jaar. Meer recentelijk was er nog de positieve fase 3-studie van Eli Lilly met hun molecule donanemab voor de ziekte van Alzheimer. Dat is toch wel opmerkelijk gezien dat de ziekte van Alzheimer een indicatie is waar al veel biotech- en farmabedrijven hun tanden op hebben stukgebeten. In diezelfde context is het misschien ook interessant om aan te stippen dat we in juli een nieuwe fase 3 readout verwachten voor Argenx van de ADHERE-studie. Dat is een studie voor de indicatie CIDP. En dat is toch wel een moment waar we met veel spanning naartoe leven. Ja, er gebeurt wel een en ander in die sector. We zien ook het aantal overnames weer toenemen. Wat zijn de drivers daarvoor? Inderdaad, dus sinds de start van het jaar hebben we al een 9 miljard overnames waargenomen in de biotechsector. Traditiegewijs in de domeinen van de oncologie en auto-immuunziektes. Een eerste driver daarvoor zijn er toch nog altijd relatief lage waardering van veel biotechbedrijven ten gevolge van de hoge interestvoeten, wat een negatieve impact heeft op de huidige waarde van de vaak toekomstige kasstromen. Een tweede factor is natuurlijk het feit dat veel grote farmaceutische bedrijven natuurlijk voortdurend op zoek zijn naar nieuwe innovatieve geneesmiddelen om aan hun portefeuille toe te voegen, om zo het inkomstenverval in feite van hun producten waarvan het patent op korte tot middellange termijn vervalt tegen te gaan. Zien jullie die trend van overnames zich ook doorzetten in de tweede jaarhelft? Ja, we verwachten dat die zich inderdaad zal verder zetten in de tweede jaarhelft. Op dit moment zien we geen factor die op een daling wijst. Wat we wel van nabij gaan opvolgen is de rechtszaak die de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten heeft opgestart in het kader van het Amgen Horizon Therapeutics dossier. Herinner u, eind 2022 heeft Amgen een miljardenbod uitgebracht op zijn sectorgenoot Horizon Therapeutics. Dat ging over een kleine $30 miljard. En nu is de FTC van mening dat deze overname Amgen een te sterke machtspositie zou bezorgen. En daardoor willen ze deze overname dus blokkeren. Het valt natuurlijk af te wachten hoe dat dit gaat uitdraaien. We verwachten meer nieuws na de zomer, meer bepaald in september. Maar het moet gezegd zijn, als die overname effectief zou geblokkeerd worden, zal dit wel een bredere, nefaste impact hebben op de sector. De meeste van die overnames spelen zich af in de Verenigde Staten, maar recent waren er ook berichten over interesse in Argenx, een biotechbedrijf met nog altijd een sterke Belgische footprint. Wat moeten we daar nu van denken? Klopt. Er was een rapport verschenen op Bloomberg dat aangaf dat Argenx een Amerikaanse zakenbank onder de arm had genomen om hen te adviseren bij een mogelijk overnamebod. Nu, voor onze analisten zelf was dat nieuws niet echt een verrassing, aangezien dat we het altijd al als een hot target hebben gezien. Ja, Argenx altijd als een hot target gezien, maar wat maakt het nu zo'n interessant bedrijf om over te nemen? Wel, dat heeft voornamelijk te maken met het miljardenpotentieel van hun goudhaantje efgartigimod. Het medicijn is nu gelanceerd voor één indicatie, myasthenia gravis, maar we verwachten dat er daar in de komende jaren nog meerdere aan zullen worden toegevoegd. Herinner u dat sinds de lancering van het product, ongeveer 1,5 jaar geleden, het medicijn al meer dan 500 miljoen aan inkomsten heeft opgeleverd voor Argenx. In juni verwachten we een tweede goedkeuring. In juli komt er zoals gezegd nog die fase 3 readout aan in CIDP. En dat zijn toch wel allemaal triggers die het bedrijf nog aantrekkelijker maken voor Big Pharma. David Seyna, bedankt voor deze stand van zaken. Graag tot de volgende keer. Dank je wel.